Het vrijgelegen hotel Uitenbos in Beiren had zijn perk opengesteld voor de liefhebbers van oude auto's, die hier maar liefst 18 glanzende exemplaren van de koningin onder de automobielen konden bewonderen. Leden van de Engelse Rolls-Royce Enthusiasts Club waren ermee de Noordzee overgestoken voor een zesdaagse tocht door West-Nederland. De oudsten hebben nog handgasbediening. Dat sleutelen aan de 12 cilinders is karakteristiek voor de bezitters van zo'n kostbare oude auto. De historische automobielvereniging uit ons land was er onder andere met een Donnez Zedel met houten spaakwielen uit 1923. De leden van deze vereniging en die van de eveneens Nederlandse A-Ford Club sloten zich aan bij de Engelse Rolls-Royce enthousiasten die hun oude maar geenszins vergane glorie met enige gerechtvaardigde trots het park uitreden voor een rit door het Gooi. Na deze A-Ford met Dickie Seed vertrok de oudste aanwezige Rolls, een exemplaar uit 1924. Rijdend bewijs van het devies van de fabriek dat men auto's maakt die levenslang gegarandeerd worden. Jammer alleen dat de aankoopprijs voor de meesten wel levenslang te hoog zal zijn.